oorschot. Het is donderdagmiddag rond lunchtijd als er een roze Bentley voor de bakker naast de kerk parkeert. EDTV is bijzonder benieuwd wie er in zo'n opvallend boodschappenwagentje brood komt halen. Hallo, het is wel een heel bijzondere auto waar u naar rijdt, hè? Ja, dat zeker. We hebben een goed kleurtje eromheen gelegd. Vooral namelijk in deze crisistijd dat er toch een beetje wat spannends gebeurt. Het is wel inderdaad wel En heb je nou vooral veel aandacht van de jongens of van de meiden? Nou, het is eigenlijk opvallend dat de dames het over het algemeen erg spannend vinden. Om ook zo'n auto op de foto mee te staan. Dus we krijgen genoeg aandacht van de dames. Oh, ja. Dus een beetje een babe magnet. Ja, dat zeker. Ja, zeker. Ik wil een ander woord voor gebruiken, maar babe magnet is inderdaad. En heb je al iemand kunnen versieren? Nee, dat valt eigenlijk nog mee. Vandaag nog niet, maar het komt wel eens voor, ja. Hey, en waarom is die eigenlijk roze? Ja, dat is eigenlijk was het een klein grapje. Om op een bruiloft bij een homohuwelijk aanwezig te zijn. En we wilden graag in stijl arriveren. En dat is de reden dat we hem roze hebben gerapt. Hij is oorspronkelijk is hij zwart hieronder. Maar sindsdien de reacties van de mensen, de foto's worden ervan gemaakt en filmpjes. Hij is gewoon leuk, dus daarom hebben we hem zo gehouden. En waar was u nou op weg? Ik ben op weg om even broodjes te halen. Mijn baas die zit bij het Porsche Centrum. We gaan eventjes zo meteen even lunchen. Dus ik ben even op zoek naar een bakker hier in de buurt. Nou, wij wensen u smakelijk eten. Ja, dank u wel. Bedankt. Dat de echte eigenaar van deze roze Bentley niet in beeld wilde, kunnen wij snappen. Bedankt voor de uitleg, aardige chauffeur.